Ja, het staat weer behoorlijk vol hier met politiebusjes, ME, politie te paard, protesters. Om 1 uur horen we de vonnis. Eerste maatregelen kunnen worden genomen. Of Israël moet stoppen met genocide te plegen op Gaza. Daar gaat het nu even om. Staak het vuren, ceasefire. Geen oorlogsmisdaden meer. Dat de blokkades weggaan, dat Gaza gewoon alles hulp kan krijgen, humanitaire hulp. Daar gaat het nu om. Zo, ik heb niet veel geslapen, dus ik zal mijn gezicht weer verbergen. Helaas, de laatste trein gemist. Oh, ja, ja. Hallo. Het echte nieuws. Hallo. Vandaag ben je nog bij? Hoop het wel, ja. Ja? Ja. Niet koud? Nee, niet koud, nee. Ja. Bij de auto was het wel zo warm. De trein ook. Je gaat van de 20 graden naar 5. Ja, lekker. Ik hou meer van dit. Ja, goed. Goed voor jou, hoor. Ja, bedankt. Ja. Tot ik spreek je nog wel. Jawel. Ja? En hoe ver mogen we gaan? Eieren gooien, tomatensap in waterballons en zo? Dat mag. Probeer even vlot. Als protestuiting, of niet? Dat heb ik ervan gehoord. Je mag iets gooien. Niet op iemand, maar op een object. Laten we nou niet gaan gooien, lijkt me niet te bedoelen. Rotte eieren, dingen. Lijkt me niet verstandig. Jammer weer, jammer weer. Jammer. Je mag ook niks in dit land, hè? Ja, de mars is nog onderweg, hoor. Er komen veel mensen aan. Straks meer beelden, ik kom later weer terug.